Bent u? Welkom bij Erketon. De heer van de Markt verwacht u al, maar zit nog heel even in de bespreking. Kijkt u gerust even rond, dan komt de heer van de Markt u zo ophalen. Lust u misschien een kopje koffie? Cappuccino met suiker? Zonder suiker. Prima, dan ga ik het zo even voor u halen. Goedendag. Fijn dat u er bent. Ivo van den Markt. Welkom. U heeft al even rondgekeken. Gaat u mee bij mij naar mijn kantoor. Gaat u liever met de trap of met de lift? Heel goed. Heeft u het makkelijk kunnen vinden? Als we naar boven lopen, zal ik u gelijk even voorstellen aan een paar van mijn collega's. Hier gaan we links. Hier bevindt zich onze commerciële afdeling. Waar onze medewerkers de plannen uitwerken in de commerciële fase. Goedendag. En aan de rechterzijde onze commerciële mannen. En hiervoor onze ontwerper. De helft van de projecten die we doen, doen we met onze eigen architect. En de andere helft met externe architecten. En daarnaast onze calculatoren en planontwikkelaars, die zorg dragen voor de kostprijs en de technische haalbaarheid van het project. Natuurlijk vraagt het project ook veel afstemming en dat doen we in de ruimte hiernaast. In deze ruimte hebben we de gelegenheid om op die tafel, hoge tafel, tekeningen neer te leggen, aantekeningen te maken, knelpunten neer te zetten op het bord en eventueel zelfs animaties te laten zien op het scherm. De communicatie is erg belangrijk voor onze projecten, omdat uiteindelijk het managen van verwachtingen, niet alleen extern, maar ook intern, eigenlijk de basis is van het succes van onze projecten. Als we een project dan gecontracteerd hebben, gaat het vanuit onze commerciële afdeling naar onze afdeling uitvoering. Mannen! Op deze afdeling onze eigen constructeurs, onze eigen tekenaars, projectteams, projectleiders, wegvoorbereiders en uitvoerders. En daarnaast vindt de aansturing plaats van onze montageteams en grondwerkers. En hier vandaan gaan we nog één verdieping over. Mijn kantoor is nog één trap op. Het was u misschien al opgevallen dat wij relatief weinig parkeerplekken hebben aan de voorkant van ons pand. Dit komt dat onze medewerkers parkeren op het dak. Dit is ook één van de voordelen van het bouwen in prefabbeton. Wij kunnen op relatief eenvoudige wijze parkeerplekken realiseren op daken waarbij we efficiënter om kunnen gaan met het grondgebruik en ook meerdere locaties beschikbaar zijn voor onze opdrachtgevers. U had al cappuccino besteld? Kom, dan gaan we naar ons kantoor. Hierboven zit mijn kantoor. Hier zitten mijn collega's Elvira, Suzanne. Zo, welkom. Neemt u plaats. Kijk, daar is Esther al met de cappuccino. Alsjeblieft.
Dank u wel. En nu zal ik u nog iets meer vertellen over Herkaton. Herkaton is gespecialiseerd in het conceptmatig ontwerpen en bouwen van bedrijfsgebouwen in prefabbeton. En deze conceptmatige manier van werken noemen wij legalisering. Wij vinden het onlogisch om per project opnieuw het wiel uit te vinden. En vandaar dat wij denken in standaarden en daarmee streven naar kwaliteit. Maar ik kan u natuurlijk nog van alles over vertellen, maar mijn collega's in Amsterdam kunnen u daar direct bij helpen. Ik zie u graag een keer terug in het echt, in ons kantoor.